Welcome back everybody en welkom terug op het kanaal van UGX Mysterious. En als jullie wat achtergrondgeluid horen, dan is dat van buiten, want bij ons staan alle deuren, ramen en alles open. Want binnen is het toch best wel warm, buiten is het lekker koud, lekker koel. Dus we laten het even doorwaaien in ons huis. Maar gameplay is gisteravond gehaald. Het is 44-11, capture the flag met de M8. Alweer M8, ja alweer M8, alweer raid, alweer capture the flag. Alweer ownage? Nee, dat valt op zich wel mee. Ik ging op zich wel lekker. Soms kon het nog wel beter en dingen. Maar ik ben gewoon een beetje aan het oefenen. Want 23, 24, 25 augustus volgens mij dat was. Ga ik weer een toernooi meedoen. En ja, daar heb ik gewoon al zin in. En daar ben ik ook gewoon aan het oefenen. Dan weer solo, dan weer in een team, dan weer in weet ik veel wat allemaal. Hier speelde ik met Alwin alleen nog. Daarna iedereen was weg volgens mij. Alwin was er nog. En toen heb ik nog twee potjes gedaan. Daarna ben ik gestopt met gamen. Om gewoon lekker even uit te rusten, even een filmpje te kijken. Weet ik het allemaal niet wat ik allemaal gedaan heb. Ik zou het eigenlijk helemaal niet meer weten. Ik zit nou na te denken en dan denk ik, wat heb ik gisteravond eigenlijk alweer gedaan? Zo kut vergeetachtig ben ik. Nou ja, het zal allemaal wel. Maar waar ik het vandaag over wil hebben is natuurlijk over een beetje over hoe Black Ops 2 voor mij is gelopen de afgelopen 10 maanden ongeveer. 10, 9 maanden. 9 maanden volgens mij is het spel nou ongeveer uit. Bijna 10 volgens mij. En er zijn natuurlijk altijd heel veel discussies van ja, ik vind dit goed en ik vind dat goed en ik vind zus goed en ik zo. En er zijn een aantal dingen die in Black Ops 2 vind ik goed. Want ik ben een soort, ja, ik ben eigenlijk een beetje een allround gamer. Ik hou van multiplayer, ik hou van league play, ik hou van zombies. Singleplayer wil ik ook doen. En dus ik doe eigenlijk alles. Dus aan mij hebben ze aan COD een goede, want ik test eigenlijk een beetje alles uit. En ja, wat mijn mening van Black Ops 2. Ik heb singleplayer een paar levels gespeeld. Ik vond hem, nou, ik weet niet, singleplayers worden me steeds minder interessant. Ja, ik weet het niet. Het is niet vernieuwend meer of zo lijkt het, singleplayer. En dat is ook natuurlijk lastig, omdat COD elke jaar uitkomt, waardoor de singleplayer lastiger is. Maar wat ik echt top vind, en heel veel mensen zeggen, ja, maar eigenlijk is een shooter alleen bedoeld voor multiplayer. Nou, er zijn ook een aantal mensen die ook van zombies houden, net zoals ik, en in zombies. Ik weet niet of je het al door hebt als je zombies speelt, maar de verhaallijnen die daarin zitten, die zijn wel, ja, ik vind zo goed, echt. Ja, je hebt overal, in elk level, zal ik maar zeggen, elk zombie level dat je hebt, heb je een verhaallijn in zitten. En daar komt door, ja, hier in Black Ops 2 heb je twee personen, Maxus en Retoffenside of zo. Ik kan het gewoon niet meer uitspreken. Twee kanten van het verhaal en die brengen jou een beetje, elke keer als jij een map vult, verder in het verhaal, hoe het nou precies gezeten heeft en weet ik het allemaal niet. Dat is allemaal vet gemaakt en je moet ook bij zombies bepaalde dingen, handelingen doen, dus een soort puzzel oplossen, waardoor je achievement krijgt, dus gewoon de Easter egg, zal maar zeggen. En ja, dat is gewoon super leuk in zombies en dat hebben ze echt aandacht aan besteed, dat daar een soort verhaallijn in zit. En dat, ja, dat mis je toch wel een beetje soms in singleplayer, waar toch iets minder aandacht in het verhaallijn toch, vond ik, besteed. En zombies was verhaallijn goed. Mappen vond ik ook lekker, ja, goed. Nieuwe dingen erin. Dus dat was zeker speciaal voor mij. Want zombies, je begon natuurlijk altijd bij Kino de Toten. Was allemaal simpel. Was een beetje allemaal super goed. Want Kino de Toten werd goed ontvangen. En nu in Black Ops 2 hebben ze van allerlei andere dingen erin gedaan. Om ja, eigenlijk zombies weer een heel nieuw leven in te blazen. En dat vind ik echt super gedaan. Super gedaan van de makers. Dat vind ik sowieso wel goed gedaan van Black Ops 2. Want je hebt, net als bij MW3 heb je sterretjes. En bij Black Ops serie heb je zombies. En ik vind allebei leuk. Zombies en sterretjes halen. Maar zombies speel ik toch wel wat langer dan sterretjes. Want sterretjes, ja, die ga ik allemaal halen. En daar ben ik er klaar mee. En zombies probeer ik nog altijd wel eens een mapje spelen of een keer. Een avondje gewoon zombies te spelen. En ja, dat heb ik nou niet met die sterren halen. Als ik ze allemaal gehaald heb, ben ik er klaar mee. Maar dat is natuurlijk ook altijd leuk. Wat er natuurlijk wel een beetje gefaald heeft. En dat is, heeft te maken met de multiplayer. Heel veel mensen, en eigenlijk het merendeel, ik denk 95% of zo, 90, weet ik veel hoeveel procent, kopen het spel voor de multiplayer, denk ik. Nee, neem ik aan. Een shooter koop je meestal voor de multiplayer. Zombies is leuk meegenomen. Singleplayer is leuk meegenomen. Maar je koopt het voor de multiplayer. En ze hebben dit jaar daar een beetje een balans in gebracht door 3-4 maanden na de hand League player in te doen, waardoor je een beetje een afscheiding kreeg van echt multiplayer en van competitive gebied. En daar kreeg je toen afscheiding in. En dat vond ik wel leuk, want dan heb je twee kanten op. Iedereen zegt wel, ja, het is blue statue, blue statue.
Maar ja, in MW3 was het niet anders. Spawn Trap Interchain, Spawn Trap Terminal, Bootlegger Caden. Het waren altijd die standaard dingen eigenlijk. En dat heb je in Black Ops 2 ook. En wat vooral in Black Ops 2 misschien het minder maakt, is de wapens. Die zijn allemaal een beetje gebalanceerd. En daarmee komt het, als de wapens gebalanceerd zijn, dan is er niet een overpowered wapen, heb je niet te veel bullshit al in de game. En er zijn heel veel dingen natuurlijk, van head glitches en dingen. Maar een aantal dingen zijn natuurlijk niet goed in Black Ops 2. Zoals de snipers zijn toch te makkelijk gemaakt, vind ik. De target finder is te makkelijk gemaakt, van zulke dingen. MMS, waarom zit dat erin? Van zulke dingen, die irriteren me echt mateloos. Multiplayer zelf, de mappen zijn redelijk, vind ik. De nieuwe mappen vond ik toch iets beter dan... Ja, tenminste, iets beter. Sommige mappen van de Raid en zo vind ik leuk. En Slums en Hijacked. En dan houdt het volgens mij ongeveer op. En voor de rest, ja, daar vind ik gewoon een paar van die nieuwe mappen leuk. Zoals, was die nieuwe map Rush en Uplink en noem het allemaal op. Van die mappen vind ik wel leuk om te doen en om te spelen. En dat vind ik wel, de mappacks zijn wel oké. Maar de mappen konden natuurlijk altijd wel wat beter. Dat vind ik wel, er zijn heel veel head glitch spots in Black Ops 2. En dat mag er van mij wel uit in de volgende Call of Duty. De head glitch spots dus. Ik zeg niet dat Black Ops 2 de beste god game ever is. Want dat is het niet, dat is voor mij mening MW3. En jullie zeggen, ja, maar jij hebt altijd gezegd dat Black Ops 2 heel leuk is. Ja, ik heb ook altijd gezegd dat Black Ops 2 leuk is. Omdat MW3... kapot gespeeld heb, daar even geen zin meer heb. Omdat er een nieuw Call of Duty uitkomt. Verfrissing, vernieuwheid. Wil je ook spelen. En ik ben een soort allrounder. En mij maakt het, ja oké, de game is niet helemaal goed gelukt. Maar ik kan daar wel mijn 6, 7, 8 maanden. Zelfs 9 maanden heb ik er me mee kunnen vermaken. Nu wordt het al wel wat minder. Ik speel het gewoon iets minder. Ik speel ook wel andere spellen. Maar toch 9 maanden me mee vermaakt. Dat is ongeveer net zo lang als bij Black Ops 1. Waar ik ook ja, de laatste tijd saai werd. En dat komt ook gewoon... Je hebt die replay value niet. In MW3 heb je die MOAB en je wilt die MOAB halen. Je wilt hem elke keer halen, proberen te halen. En daardoor heb je replay value om elke keer MW3 te spelen. En daarom heb ik het ook zo vaak gespeeld. En dan heb je bij Black Ops 2 minder. Omdat je een nuclear staat een seconde in beeld en is de medaille weg. Je moet eigenlijk een nuclear had een soort MOAB moeten zijn. Of een soort nuke. Dat je gewoon echt ziet, hij heeft hem. Weet je wel, dat er iets van een gloed binnenkomt. Of dat de tegenstander even 10 seconden stilstaat. Of weet ik veel wat je verzint. Wat boeit mij het, als het maar even iets speciaals is. Weet je wel, of als alle tegenstanders even een keer doodgaan. Dan weet je van, oh lekker. Ik heb ook iets wat geflikt, weet je wel. En wat ik nog meer bij Black Ops 2 goed vind, is... de perks zijn eigenlijk belabberd. Je hebt geen pro-perks, dus dat vind ik eigenlijk gewoon kut. Dat heb je in MW3 wel. Wat ik wel super vind, is de 10 slot systeem. En daar bedoel ik mee dat jij kan kiezen of jij bijvoorbeeld 5 perks wil, 6 perks. Of ik wil een extra attachment op je primary. En dat vind ik wel een goede vernieuwing. Wat ik toch ook wil terugzien in de nieuwe COD Ghost. Dat is echt een ding, want dan kan je zelf ook kiezen van... Oh, nee, ik wil gewoon met deze class bijvoorbeeld alleen... dan had je bijvoorbeeld ACR en had je gewoon al 4 perks kunnen beginnen bijvoorbeeld. Weet je, dat kan soms wel eens handig zijn. Dan heb je andere combinaties. Dan heb je bijvoorbeeld specialist, andere combinaties, noem het dan maar op. Dan heb je bijvoorbeeld geen C4 en portable, maar dan neem je een vierde perk erbij of weet ik veel wat. Gewoon om sneller bij je specialist te komen. Dat vind ik wel goed, het 10 point systeem, om zelf te kiezen van wil ik nog een primary extra erop. Want soms zijn 2 attachments, dat zag je bij de M8 ook wel eens, VAT en zo, AK soms. Dat 2 attachments toch niet helemaal goed zijn. Want je moet soms Red Dot hebben. En Extended Mag. En je moet nog eens. Even kijken. Red Dot, Extended Mag. En nog kunnen Silencer had je meestal erop. Dus dat zijn 3 attachments. En dan wil je er altijd op hebben. Dus ja. Dan heb je er eigenlijk. Ja. Dan in Black Ops 2 met die 10 point systeem meer aan. Dus dat vind ik een aantal goede punten. Ik hoop dat ik jullie een beetje uitgelegd heb. Wat ik een beetje aan Black Ops 2 vind. Ik vind MW3 overal toch wel, qua MW3 is toch wel beter dan Black Ops 2, moet ik eerlijk in zijn. Ik heb er gewoon Black Ops 2 goed kunnen vermaken, die 9 maanden nu. En ik ga nog 1 toernooi spelen en dan houdt het wel ongeveer op. Daarom zie je ook minder Black Ops 2 op mijn kanaal. Ik speel het gewoon minder, de lol is er een beetje vanaf. Ik heb gewoon wat dingen goed genoemd. In multiplayer zitten een aantal goede dingen in, maar er zitten ook heel veel slechte dingen in, zoals doggies en vooral de Orbital VZ. Want de Orbital VZ verneukt eigenlijk de game voor mij. Als ze dat eruit gehaald hadden, had de Black Ops 2 al beter geweest. Maar ik hoop dat jullie de gameplay leuk vinden, commentaar, reacties. Ik weet mensen zullen nou aangesproken voelen, maar het is mijn mening hoe ik over alles denk.
Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je hem leuk, like hem, reageer, abonneer. En ik zeg, see you later, everybody.